waar een Lietz Friesk bedrijf grut in wezen kan. Op geen ien plak in de wereld worden zulke sterke kabels maken als op een jouwer. Dat vergelijk. 1000 ton stiet gelijk aan 3 jumbo jets. Je zou denken dat de superkabel maken wordt van steel. Maar nee, de binnenkant bestaat uit kunststof trieën. Ik kan me indenken als je dit bos hier zag lezen dat je denkt dit nou zo sterk. Maar ik heb hier zo'n nitrit zien gaan. Dit is maar 12 ziende vierkante millimeter. Dus dat is 0,4 vierkante millimeter. Daar kan ik het meeste optellen. Goed 2 maanden is de werken om de superkabel te ontwikkelen. En vooral de testfase weer spannend. Want de proefkabel bruts 4 keer. En hier lezen de restanten, maar in waarde van goed 150.000 euro. Maar goed, de 5e keer wie het rekken. Hij moest 180 ton halen toen hij daar heen ging. Nou, toen ze zijn van gefeliciteerd, nou, dat was een grote schreeuw. We hadden emotie bij iedereen. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Er stond 13 grote kerels met de trend in één. Dus dat was wel wauw. Een grote trotbraak, zeg maar dat maar. De kabel zal gebruikt worden voor een grote hiesklus aan de orenkant van de wraad. Maar meer wil van de schuit net vertellen. Geheimzinnig. Het is een super hoog risico hijsklus. Ik geloof dat er een ding van een paar honderd miljoen optelt met worden. Dus als u zijn kabels pank zet, dan is er een paar honderd miljoen aan de haaien. Hebben we een enorme ramp. Dus het is een heel hoog risicoprofiel. Dus vandaar dat ik keuring op moest zetten. Nou, wat het verder is, daar wil de opdrachtgever wil dat we er net op praten. En als dat nou goed lukt is, dan pas mij erop praten. Dus dan kunnen we meer vertellen wat hij voor wie. Stilzitten is er voor eerst net bij Fibermax. Van de morgen kwam er uit China warmwater voor een superkabel. En die maat zeg je 150 ton hier ze kennen.